Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ja, vandaag komen de 60 muzikale kids uit heel Drenthe een gezamenlijk optreden geven in het Atlas Theater. Maar voordat het optreden gegeven kan worden, moet er natuurlijk eerst gerepeteerd worden. Ja, dag dames, wat zijn jullie nou aan het doen? We zijn een beetje aan het oefenen. Ja, jullie spelen een heel bijzonder instrument, of niet? Ja. Ja, wat is dat? Een harp. Een harp. Net zoiets als een piano, alleen zo'n vleugelpiano, maar dan net even niet plat. Wat speel jij? Dwarsfluit. Dwarsfluit, en jij? Bariton. Ja? Dwarsfluit, saxofoon, trompet. Kortom, allemaal hele bijzondere instrumenten. Oh, jij bent er niet geweest, ja. Een hoorn. Ja, een hoorn. Een neushoorn, of niet? Zijn noten en dan niet noten die je op kunt eten, maar noten die getekend zijn. We zijn hier voor de repetitie in de Holdert en er zijn hier ook allemaal oude mensen die komen kijken. Hallo! Vandaag steken we, zoals we dat noemen, de handen uit de mouwen. En ondersteunen we deze mooie orkestendag door allerlei hand- en spandiensten te verrichten. En het is ook zo dat wij een stichting Cultuurfonds hebben. Die is opgericht bij een vorig lustrum van de club. En met die stichting ondersteunen we dit soort projecten ook op financiële wijze. Weet je, het is belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen delen met elkaar. Ik zal als koning leeuw kleine stukjes tekst voorzien bij de voorstelling. Het publiek zit in de zaal en we gaan zo beginnen. Hebben we er zin in? Ja. Ja? Spannend of niet? Nee. Nee? Oh, makkie. Goed. Hey, heel veel plezier. En dan gaan we nu beginnen met de voorstelling. Dit was Sinfonica in Drenthe vanuit het Atlas Theater. Vonden jullie het een beetje leuk? Ja! Ik zou zeggen, abonneer op Werktv! En tot de volgende keer. Hoi!